Yo mensen, jongen, voor een nieuwe video. En vandaag is het een uitlegvideo van mijn nieuwe serie die aanstaande zondag gaat beginnen. Mourinho's Monsters. En om een beetje in de sfeer van de serie te komen, heb ik denk ik even een andere outfit nodig. Ja, dat is ook beter. Het is natuurlijk een geintje. Maar dit mannetje die je hier ziet, deze vriendelijke vriend, José Mourinho, ga je heel veel tegenkomen in deze serie. Deze hele serie gaat namelijk volledig over hem. Je ziet nu namelijk een lijst met spelers in beeld komen. En al deze spelers hebben ooit in hun carrière onder José Mourinho gespeeld. Het kan afgelopen jaar zijn geweest bij Chelsea. Het kan ook in 2004 zijn geweest bij Porto. Het kan ergens tussendoor bij Inter of Real Madrid zijn geweest. Of misschien in de eerste periode van Chelsea. Je weet het niet, maar allemaal hebben ze een keer bij José Mourinho gespeeld. Dit zijn ook alle spelers die nu nog in FIFA zitten waar José Mourinho voor heeft getraind. Daarnaast natuurlijk deze 7 Legends. Deze 7 Legends hebben ook ooit voor José Mourinho gespeeld. En al deze spelers ga je in deze serie tegenkomen. Het gaat namelijk als volgt werken. We gaan zo meteen beginnen op een nieuw account. Waar we dus in divisie 10 spelen. Nog helemaal geen coins hebben, niks erop of eraf. En we beginnen met een full bronze team. En elke keer als we een wedstrijd winnen, mogen we het aantal doelsaldo in kaartjes pakken. We hebben hier namelijk weer de hoed. De hoed is natuurlijk bekend. We hebben hem al vaak gebruikt, ook in Davids Dromen bijvoorbeeld. Als we hier bijvoorbeeld in gaan grabbelen, pakken we dan een kaartje uit. Wat hebben we hier? We hebben hier de volgende. We hebben hier bijvoorbeeld Sergio Ramos, meteen een van de grotere. Sergio Ramos heeft natuurlijk gespeeld voor Real Madrid bij José Mourinho. Dus Sergio Ramos mogen we in principe toevoegen. Mochten we een wedstrijd met 5-1 winnen, mogen we dus 4 spelers toevoegen. Mochten we 3-2 winnen, 1 speler. Mochten we 10-0 winnen, 10 spelers, enzovoort, enzovoort. Elke keer als we zo'n pot winnen, mogen we het aantal doelsaldo in nieuwe spelers pakken. Wat wel van regel is, als we een speler hebben gepakt, moeten we minstens 1 wedstrijd gebruiken. Dat gaat dus heel lastig worden op het moment bijvoorbeeld 2 keepers pakken in één keer. Dan moeten we toch echt een keeper een keer op rechtsback zetten, bij wijze van spreken. En elke speler moeten we dus meteen 1 keer gebruiken. Daarnaast zijn er in het spel ook informers aanwezig. Wat we daarmee gaan doen, is als we een potje hebben gewonnen, gaan we kijken wie de hoogste man of the match rating heeft. Stel bijvoorbeeld Sergio Ramos heeft een 8.4 en de spelers eronder hebben allemaal lager. Dan is Sergio Ramos man of the match, krijgt hij 1 man of the match punt. Met 1 man of the match punt kan je eigenlijk nog niks. Met 2 eigenlijk ook nog niks. Maar op het moment dat je 3 man of the match punten hebt, kan je die doorstrepen en kan je hem inwisselen voor een inform versie van die speler. Ik zal van een speler pakken waarop dat van toepassing is, bijvoorbeeld Özil. Mocht Özil op een gegeven moment 3 keer man of the match zijn geworden in de serie, heeft hij dus 3 man of the match punten verzameld, kunnen we die 3 man of the match punten wegstrepen, kunnen we upgraden naar de 89 in vorm Özil. Mocht Özil bijvoorbeeld een team of the season hebben op een gegeven moment, willen we die ook gaan upgraden, hebben we dus nog een keer 3 man of the match punten nodig, want telkens mogen we maar 1 stapje naar zijn volgende in vorm, naar zijn second in vorm, enzovoort, enzovoort. Dus voor elke stap naar boven hebben we weer 3 nieuwe man of the match punten nodig. Mochten we een keer een potje verliezen, is er geen ramp, maar dan gaat de speler met de laagste rating van die wedstrijd zelf bijvoorbeeld, Sergio Ramos heeft een keer een 2 gehaald, terwijl spreken gebeurt eigenlijk nooit, maar mocht dat gebeuren, moet Sergio Ramos 1 man of the match punt naar beneden. Hij kan ook in de min komen als hij er nog 0 had. Dus moet het langer gaan duren voordat hij weer een nieuwe inform kan upgraden. Mocht een speler 15 keer man of the match zijn geworden, kan je dus gewoon 5 keer upgraden naar een volgende inform versie. Dan even de legends. De legends krijgen we niet uit de bak. De legends zitten niet in deze bak, dat vind ik de grote kans erop. Want als we bijvoorbeeld een speler pak kijken, we krijgen nu een Arnautovic of zo. Ja, dat is een speler die je nou makkelijk in zo'n bak kan hebben. Maar de legends vind ik toch wel bijzonder. We kunnen alleen een legend verdienen op het moment dat we kampioen worden in de divisie. Mochten we kampioen worden in divisie 10, krijgen we nog redelijk makkelijk krijgen we Deco. Goede speler, Deco 87 algemeen, maar wel de laagste legend. Mochten we kampioen worden van divisie 9, krijgen we Bahia. Anders ook beter. Het gaat zo door tot divisie 4. Als we kampioen worden van divisie 4, krijgen we Figo, onze hoogste legend in de hele serie. Mochten we een keer promoveren, is het niet heel erg. Maar dan moeten we toch echt een keer gaan degraderen voordat we weer diezelfde legend kunnen binnenhalen. Dus mochten we een keer promoveren van divisie 9 naar divisie 10, is het zonde, want dan moeten we toch echt weer een keer teruggaan naar divisie 9 om die kampioenslegend binnen te halen. Ik hoop dat jullie het een leuk idee vinden. Het heeft dus te maken met alle spelers waar Mourinho ooit voor getraind heeft. Het heeft dus bijvoorbeeld hier Arjen Robben. Arjen Robben zie je hier. Je hebt Ronaldo erin zitten. Je hebt weet ik veel wat allemaal Ibrahimovic erin. Je hebt het hele schema kunnen bekijken. Natuurlijk ook legends die erbij gaan voorkomen. Echt een paar spelers die helemaal vergeten zijn. Bijvoorbeeld hier Eschen. Ik vind het een geweldige speler, maar Eschen is natuurlijk een beetje vergeten inmiddels. Ik wil deze serie vaak gaan uploaden, 3 keer in de week. Op elke zondag, dinsdag en donderdag gaat het online komen. Aanstaande zondag dus aflevering 1. Dan volgens dinsdag aflevering 2, donderdag aflevering 3, enzovoort, enzovoort. Laat ook even weten in welke speler uit deze hele lijst, zie je de lijst nog een keer in beeld komen. Laat even weten in welke speler uit deze lijst je het meest geïnteresseerd bent en welke je het meest hype voor bent om te zien in de hele serie. Die je gewoon interessant vindt, niet zo vaak ziet, waarvan je denkt, daar wil ik echt Milo een keer mee zien spelen. Kaarten met Kluivert is dus wel definitief afgelopen. EA kan mijn spelers niet teruggeven, ik weet niet waarom, maar ze hebben gezegd, ja sorry Milo, we kunnen die spelers niet terugvinden. We gaan ze niet teruggeven. Fucking bullshit, ik heb er 5 weken op moeten wachten om uiteindelijk helemaal niks te krijgen. Dankjewel EA, zet je paarden lullen. Maar goed, ja, dat is helaas de afgelopen kaart met Kluivert. Ik baalde wel van, het was een hele goede serie. En eigenlijk is hij ook wel, goed geweest. Maar het is toch zonde dat hij net niet voor het einde afgemaakt kon worden. Baal ik van. Aanstaande zondag, Mourinho's Monsters. Ik ben er klaar voor. Ben je ook klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dat is super. Dankjewel mensen, tot zondag. Ciao.